kijk, u bent er gewoon niet van Nederland. U bent er gewoon niet. U heeft beloofd het vertrouwen te herstellen. En u laat het allemaal aan die ministers over. U bent ook op dit dossier de grote afwezige. U bent niet vorige week bij het Kamerdebat. U bent niet bij een demonstratie. We hebben u vandaag hier naartoe gehaald en u bent er gelukkig. Maar u bent de grote afwezige. U laat het weer opnieuw als het in de problemen komt. Wat is de handtekening van Mark Rutte? We laten het de ministers opknappen. Laat hun maar in de shit zitten. Ik kom pas als je moet aftreden en dan geef ik je een schouderklopje of een halve zoen of weet ik wat dan ook. U bent er niet. En wat mensen van u wel zien, is als u de microfoon pakt en zegt dat ze de boerenstand kapot moeten maken, dat de gemeentes de asielers moeten opvangen en dat mensen, ouderen die een koopkrachtprobleem hebben of werkenden, gewoon wat u betreft kunnen stikken. Dat is wat ze van u zien. En dan kunnen u een jijbak naar mee maken, maar u bent de minister-president van Nederland. U heeft de belofte gedaan dat het vertrouwen wordt hersteld. En de mensen, meneer Rutte, of u nou leuk vindt of niet, vertrouwen u minder iedere dag opnieuw.